President Chandrika Prasad Santokhi heeft dinsdag de werkgroep Upgrading Asikura System, Automated System for Customs Data, ingesteld voor de duur van 12 maanden. Het huidige systeem is heel oud en is sinds 2008 nooit geupgraded. Het team moet ervoor zorgen dat het verouderd systeem op de Shoal Setny haven geupgraded wordt. Dit zal ook ervoor zorgen dat de afhandeling op de haven sneller zal geschieden. Importeurs en exporteurs zullen ook minder onkosten hebben, waardoor producten goedkoper kunnen worden voor de consument. Ter afronding van de bouw van het nieuw hoofdbureau van politie is dinsdag door president Chandrika Prasad Santokhi een commissie ingesteld en belast met deze opdracht. Voorzitter Pratap Singh Gurdayal geeft aan dat het bouwsel binnenkort gesloopt zal worden. De bouw zal in december aanvangen met het streven om in april 2024 het nieuw hoofdgebouw van politie op te leveren. Leden van het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname PCS zijn op 31 juli bijeengekomen om te praten over een overeenkomst die op 26 oktober 2022 is getekend tussen het Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname voor dienstverlening van de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de recente bijeenkomst is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het strafrechtssysteem met de intentie om beter begrip te krijgen van elkaars gespecialiseerde kennisgebieden. Een vervolgsessie zal binnenkort plaatsvinden.